Kai van der Linden, u was campagneleider voor Leefbaar Nederland. Fortuin was de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En toen was het op een gegeven moment 9 februari. Bij u thuis, geloof ik, hè? Ja, was het. Bij mij thuis in de armzalige studentenbovenwoning, zoals Ferry Mingelen dat betitelde. Juist, en daar explodeerde het. Ja. We gaan kijken naar een fragment. Dat is opgenomen door u zelf? Nee, door een paar campagnemedewerkers. Ja. En dat fragment wat we nu gaan zien, dat is pas na de verkiezingen naar buiten gekomen. Een jaar later, ja. Ja, we gaan even kijken. Heftig. We hebben godverdomme hier gewoon een vijfde kolonne. Laat ik nu maar alles zeggen. Een vijfde kolonne. He, van mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. Ja, maar Pim, dan ben ik... En daar ga ik niet voor. En ik zeg, u mag hier blijven, maar u past u aan. He, ik moet daar horen. Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent de christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik ben heel beheerst tot nu toe geweest. Ik heb dat nooit herhaald. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is het zat. César. Daar sta ik voor. En als ik dat anders moet verwoorden, prima. Maar het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen. Waar gaat het anders om? Moet ik nou meer hier neerzetten? Ik kan niet anders. En ik doe niet anders. Dan maar ik afgemaakt. Oké, prima. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dat blijft. Hart en ziel is dit. Overigens even een huishoudelijke mededeling. Wij hebben een aantal fragmenten van Pim Fortuyn op onze site gezet. En u heeft dit ook gekozen tot het Pim Fortuyn moment. Waarom werd hij hier zo ongelooflijk? Ja, hoe zeg je dat? Gepassioneerd, kwaad? Wat was het? Was er iets gebeurd? Nou, wat er dus hier plaatsvindt, is dat er een artikel is verschenen in de Volkskrant. Een interview wat falikant fout is gegaan. Interview wat hij zelf in de Volkskrant had gegeven. Wat hij zelf in de Volkskrant heeft gegeven. Ja. Wat eigenlijk tactisch bedoeld was om de aanval op de Partij van de Arbeid te openen. We hebben al eerder geconstateerd aan tafel dat vooral de Partij van de Arbeid profiteerde van het feit dat Fortuyn en vooral de VVD met elkaar in de strijd waren. Dus we wilden via de Volkskrant die aanval openen. Dat ging dat verkeerd. Dat was dat artikel 1? Ja, ja, artikel 1 en de islam is een achterlijke cultuur en dat soort zaken. Een discriminatieartikel moest eigenlijk dus geschrapt worden. Ja, dat was hij werd dus ter verantwoording geroepen door het bestuur van Leefbaar Nederland van we hadden toch afgesproken dat je dat allemaal niet zou zeggen. Maar hij wilde van dat Leefbaar Nederland af. En want Jan Nagel die ging de boventoon voeren. En ik heb me wel eens... Ik heb me wel eens... voor mezelf uitgemaakt dat interview in die Volkskrant door Pim bewust is neergezet om afscheid te kunnen nemen van Jan Nagel en het hele zootje daar. Nou ja, goed. Harry heeft een lijntje met Pim, dus het zal wel zo zijn. Ik zie het anders. Ja, nou, ik denk ook dat Pim niet wist dat dit werd opgenomen. Dat wist hij wel. Nee, ik ben ervan overtuigd. Pim reageert Harry, zo niet. Harry was er niet bij. Die zegt niet drie keer, godverdomme, in het oog van de camera waar heel Nederland naar kijkt. Dat doet Pim niet. Okay. Nou ja, dit is uitgezonden na de moord op Pim Fortuyn. Was afgesproken dat alles wat daar opgenomen werd uiteindelijk ook zou worden gepubliceerd? Ja, want er was nadrukkelijk de afspraak dat er een soort... Kijk, we wisten op een gegeven moment, kregen we in de gaten dat we bezig waren met iets unieks. Ik zeg vaak, dit is het avontuur geweest van mijn leven. En dat voeren andere mensen ook zo. En ik had 13 campagnemedewerkers, allemaal fantastische mensen. En twee van de jongens zaten steeds te klooien met camera's. En op een gegeven moment zei ik, joh, als je wil spelen met die camera's, doe dan iets nuttigs en ga een beetje filmen. Want wellicht kunnen we later. En op die avond waren ze er ook. En dat was ook een voordeel, omdat iedereen kende ze. Maar hij heeft zich nooit gerealiseerd dat die camera's al stonden. Anders had hij zo niet gereageerd. Sterker nog, als mensen de documentaire terugkijken, dan zul je zelfs zien dat er scènes zijn waar die zelfs, zeg maar, in de camera spreekt. Dus hij wist donders goed dat hij gefilmd werd. Op het moment dat hij het zich realiseert, maar toen hij in de emotie dat zei, heeft hij zich geen rekenschap gegeven. Het gebeurde dan niet belangrijk. En het was het afscheid van Leefbaar Nederland. Het was dus zijn laatste, want wat was de vraag? De vraag was, wat gebeurt er? Dit was zijn laatste poging om het bestuur te overtuigen van, jongens, we moeten dit lijmen. Ja. En wat je daar dus ook ziet, ik had het eerder over twee werelden, eigenlijk zie je daar ook twee werelden. Want je ziet daar echt oude nieuwe politiek. Je ziet aan de ene kant een politieke partij en bestuurders die zeggen, we hadden toch afgesproken dat je dit niet zou zeggen. Mm-hmm. En jij moet je verantwoorden aan ons. Ik vond dat Leefbaar Nederland daar gelijk in had. Maar aan de andere kant zag je de moderne politicus, nieuwe politicus, die zei, luister eens, en dat was ook een van de dingen die Fortuyn ook vond, ik heb helemaal geen verantwoording af te leggen aan een bestuur of aan leden. Ja. Nieuwe politiek is dat verantwoording hoort je af te leggen bij de kiezer. En als de kiezers vinden
Dat was zijn betoog. Dat ik dit niet mag zeggen, dan mogen ze dat op in mei, 15 mei, mogen ze mij afstraffen. Waarom bent u niet met hem meegegaan? Ja, dat is de hamvraag. Dat is de hamvraag. Dat weet ik. Dat weet ik. Nou, ja. Maar geef eens antwoord op die vraag dan. Ik ben niet meegegaan omdat ik, om een aantal redenen. A, omdat ik als campagneleider voelde ik mij verantwoordelijk. Hè, want ik kan allerlei excuses verzinnen over waarom dat interview met de Volkskrant fout is gegaan. En dan zijn we de rest van de uitzending bezig en morgen in herhaling ook nog. Maar ik was eindverantwoordelijk. Ik was verantwoordelijk voor de persstrategie. En dus ook voor dat interview en voor het feit dat het fout was gegaan. Dus dat is één. Twee, was Leefbaar Nederland een club waar ik een jaar lang had gezwoegd. Ook in de tijd dat we bomdreigingen kregen, poederbrieven, telefoontjes, e-mails, faxen. Want toen werd je nog met de fax bedreigd. Dat gaat tegenwoordig allemaal via Twitter, maar toen was het nog ouderwets. Dus ik had samen met Jan Nagel, Henk Westbroek, Broosjenets, Willem van Kooten, echt een club, een team, hadden we die club opgebouwd. En we hadden fortuin erbij gekregen en we hadden echt het gevoel dat we gezamenlijk... Het was met andere woorden loyaliteit. Ik voelde echt een loyaliteit. Maar niet met fortuin dus. Ja, wel ook. En daar was het heel moeilijk. Maar gewoon verkeerde keuze gemaakt, achteraf? Verkeerde keuze gemaakt, achteraf? Nee, want je moet altijd staan voor je keuzes. Ja, en die loyaliteit ging niet zo ver, hoor. Marco. Ja, ik vind dat Kai, daar hebben we het ook over gehad later, op dat moment absoluut de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ja, weet ik, ja. Maar goed, het zij zo. En er was nog wat anders ook. Maar het allerbelangrijkste wat er aan de hand was, en dat is dat Pim in dat interview liet zien hoe die in elkaar zat en waar het over moest gaan. Het ging over, moet je de vrijheid van meningsuiting hoger hebben dan het non-discriminatieartikel? En Pim koos voor de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dat was de echte discussie. Daar had hij, daar had hij een serieus punt. Dat was een heel goed punt. Maar je kent de voorgeschiedenis, de Marco. De bureaucratie binnen Leefbaar Nederland, die trok dat niet. En die heeft van dit moment gebruik gemaakt en de manier waarop er ook op werd gereageerd om Pim van die plek af te trekken. En wat je die avond zag, met die opnames, is dat Pim knokt. Voor wie is er hier nou de baas? Ja. Ik of jullie? Ja. Nou, dat werd dus jullie. En toen ging Pim weg, maar hij heeft er wel voor geknokt. Hij wilde helemaal geen eigen partij. Het met Leefbaar Nederland doen, maar het moest wel op zijn manier. Het allerergste was... En daar heeft hij voor geknokt die avond. Dat is niet gelukt. En toen is hij weggereden met zijn arm uit het raampje. Ja, dat zien we hier. Dat is, en daar zegt hij zelf. Let wel, zegt hij hier. Let maar op. Ik word minister-president. Precies. Over loyaliteit gesproken. Dat was plan B. In die week daarvoor had ik dus op titel dat Pim daar lijsttrekker zou worden, heb ik geld opgehaald voor Pim. En toen heb ik ongeveer 1 miljoen gulden opgehaald. En die zijn in de kas gekomen bij deze heren. En toen ging Pim weg. En toen heb ik Willem van Kooten gebeld. Ik zei, Willem, het lijkt me toch wel sportief. Dus dat je die centen nu weer terug overmaakt naar Pim. Ja. Dat is nooit gebeurd. Ja, maar over loyaliteit gesproken. Ja. Oké, we gaan even verder, als u het goed vindt. We gaan richting... Ik vond het toen geen bijzaak. Nee. Maar mag je nog even... Nee, we moeten even doorgaan. We moeten even doorgaan, want we gaan richting 6 mei. En Pim Fortuyn stond heel hoog. Hij had, we hebben nu maart gehad. Daar heeft hij schitterend gewonnen in Rotterdam. Maar hij stond heel hoog in de landelijke peilingen. Rond de 20 zetels. En dan is hij bij u te gast. Dat is de dag voordat hij vermoord wordt. Sorry? 5 mei. Dat is dus 5 mei. Want ja, dat 4 is de dag... mei opgenomen. Juist, 5 mei uitgezonden. 6 mei is Pim Fortuyn vermoord. Ja. Bekijk even. Ik heb het ontzettend druk gehad. Heel veel internationale pers. Waarom al die internationale pers? Concentreer je nou op Nederland? Ja, nee, dat doen we ook. Maar het probleem is, en dat komt waarschijnlijk door die Franse presidentsverkiezingen van aanstaande zondag. Ja, ik ben op een of andere manier heel hot in Europa. En je kunt het ook weer niet weigeren. Want het is voor het aanzien van het land gewoon niet goed dat ik als een soort Haider of Le Pen wordt neergezet. Maar het lijkt me toch verstandig dat je on speaking terms blijft met de media. En, doe ik toch ook. En er wordt gezegd, ze hebben nu een expres. Ze hebben nu een chagrijn als minister-president en straks een driftkop. Wat is daarop tegen? Ja, dat is er niet van gekomen, zoals we allemaal weten. We gaan straks ook praten over de vraag, wat we nu beleven in de politiek, merken we daar nog iets van wat Fortuyn toen op gang heeft gebracht. Maar helaas moeten we dan toch, om de chronologie maar aan te houden, even kijken naar wat er de dag daarna gebeurde, op 6 mei. Moet u wel alles een beetje van u afzetten? Ja, gelukkig wel. Maar het is wel topsport, hoor, zo'n campagne voeren. Ja, je ziet er ook moe uit. Ja, toch niet wel. Maar morgenochtend, als je me dan tegenkomt, zie ik er weer uitgerust uit. En dat is ook het leuke. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Daar. Oh mijn god. Oh. Hier op de parkeerplaats van Radio 3 ligt hier
Pim Fortuyn. Met zijn ogen half open. Hij leeft nog wel, hij ademt, heel schokkerig. Ja, moeten we wat doen? Oh, dit is te erg. Dit. Misschien moeten we dit moment even doornemen. Gewoon voor u allen. Wat gebeurde er bij u, Marco Pastoors, op dat moment? Het heeft even geduurd voor duidelijk was dat hij echt dood was. Hij was neergeschoten, werd er gezegd. En dan hoop je dus... Ik hoopte dat dat dan in zijn schouder was of iets dergelijks. Toen was hij echt dood. Alles stortte in. Ik had er zo op verheugd. Hè. Ik kende hem al veel langer. Na 10 jaar eindelijk dat succes in Rotterdam. Ik was inmiddels wethouder. Het was heel snel gegaan. Het was ook een proeven van kunnen om dat snel in elkaar te steken. Voor die verkiezingen en dan door landelijk. En dan in één keer. Dus alles waarvoor je het doet is weg. Ja. Kai? Ja, wat kun je er nog meer over zeggen dan verschrikkelijk. Het was... Ik was in Rotterdam met Fred Teven, de nieuwe lijsttrekker toen van Leven van Nederland. En ik hoorde net zoals jij, hè, je hoorde flarden op. Eerst was hij neergestoken en toen was hij dood, toen leefde hij er nog. Het was een waanzinnig rare dag. Meneer Mens? Nou, mijn dochter die belde op dat het op het journaal was dat hij dus gewond was. Maar ze hebben dat gefaseerd gebracht, want ik pakte toen meteen de telefoon. Toen belde ik Albert de Boy op, die stond naast hem. En toen zei ik, Albert, hoe is het met Pim? Hij zei, nou, hij is dood. En toen ging het op de tv, was hij nog een kwartiertje gewond. Dus ze hebben dat gedoseerd gebracht. Ja. Waarom weet ik niet? Ja. Meneer Bos? Ja, niet vergelijkbaar met natuurlijk met de ervaring van 3 mensen die bevriend waren met Pim Fortuyn. Ik kende hem maar heel oppervlakkig en ik was op dat moment vooral ook zijn politieke tegenstander. Ik was in een verkiezingsdebat gewikkeld. En midden in dat debat komt mijn voorlichter binnen. En die loopt naar de zijkant van de zaal en die begint met allemaal armgebaren duidelijk te maken dat we moeten stoppen en dat er iets aan de hand is. En wij stoppen en we krijgen dat te horen. En je realiseert, los van het enorme drama, het persoonlijke drama, word je vrij snel daarna ook overvallen door allerlei vragen over... Wat het verder gaat betekenen. Er liep een verkiezingscampagne. Zouden de verkiezingen wel doorgaan? Dus wij moesten meteen als leden van het kabinet, kregen we meteen beveiliging. Als er een spoedvergadering met de gordijnen dicht in de Trevenzaal. Het was een enorm beangstigende sfeer ook met ons allemaal. Ja, ik kan me nog precies herinneren van uur tot uur die dag. Vanaf 6 uur, ik zat toen bij Danzig, bij de Stopra in Amsterdam. Ik zou door Parool geïnterviewd worden in dat kleine dingetje van hun. En toen kreeg ik telefoon ook van Fortuyn is aangeschoten. Ja, dat hoeft toch niet meteen fataal te zijn natuurlijk. Maar dat werd na 10, 15 minuten werd dat ongeveer wel duidelijk. Ik werd daarvan verwittigd. En ben toen, omdat dat door de voorzitter verzocht werd, meteen naar Den Haag gereden. Alle fractievoorzitters kwamen er bij elkaar. Nou, toen waren er al die demonstraties bezig. Nou, dat was redelijk heftig. En die fractievoorzitters zijn bij elkaar gezeten. En ja, het was natuurlijk een en al treurnis. Ik bedoel, alle perspectieven veranderden natuurlijk du moment dat zich voordeed. Ik bedoel, het ging over verkiezingen. Ja, over verkiezingen. Er is iemand doodgeschoten. Waar gaat dit over? Ja. Dus, ja, en toen later, ja, toen is die discussie natuurlijk verschoven naar wat moeten we doen? Hè? Moeten we de verkiezingen houden of moeten we ze uitstellen? Ik zal eerlijk zeggen, wij zijn van begin af aan voor het laatste geweest. Omdat, uitstellen? Ja, uitstellen, ja. Ja, de LPF was daar tegen, helaas. Maar wij vonden steeds, je kunt geen verkiezingen houden zonder campagne. Dat kan gewoonweg niet. Want de afspraak maar uit pietijds kon je niet door laten gaan. Ja. Wat zeg je? De afspraak was om geen campagne meer te voeren. Ja, dat is toen daarna nog een hele discussie geweest. Want na de dag van de begrafenis van Pim Fortuyn is er nog een bijeenkomst geweest van de fractieleiders op 16-hoven, op het vliegveld. Omdat ik gevraagd had, jongens, dit gaat gewoon absoluut verkeerd. Dit kan gewoon zo niet. En Dijkstal toen, ja, de man is nu overleden, dus ik moest daar misschien... Maar in ieder geval, zijn optreden toen verschilde niet van dat bewuste debat op die avond van de raadsverkiezingen. Kan ik je verzekeren. Maar wat ontzettend bizar was, dat realiseer me pas later, ik geloof dat de eerste of tweede keer was dat ik Fortuyn ontmoette in augustus van 2001 moeder geweest zijn. Hij had in zijn studie had hij 2 foto's hangen, 1 van John F. Kennedy en 1 van Joop den Uyl, zwart-wit foto's.
En hij liep er langs en hij, op een gegeven moment maakte hij een opmerking. Hij keek naar Kennedy en zei, je begrijpt dat ik pas de politiek in ben gegaan nadat mijn moeder is overleden. En ik zei zoiets, nou wat is de relevantie daarvan? En hij wees zo naar Kennedy en zei, nou zij was altijd bang dat ik door mijn kop geschoten zou worden. Niet doodgemaakt, of, maar letterlijk zo. Dat maakt het nog bizarrer dan het al was.